Hoe om te gaan met een dakkapellekage? Sommige dakkapellen worden van goedkopere of minder duurzame materialen dan de rest van het dak gemaakt. De meeste dakkapellekken treden op als het grootstuk verslechtert en hierdoor de verbinding tussen de twee daken verzwakt wordt. Dit is iets wat tot lekkage kan leiden die schimmel, vlekken en schade aan de muren van uw woning kunnen veroorzaken. Het uitvoeren van een dakkapelreparatie vereist wel wat tijd en uiteraard het juiste gereedschap. Maar zo'n reparatie is aanzienlijk goedkoper dan het vervangen van een binnenmuur die door het lek beschadigd is. Hoe om te gaan met een dakkapel is daarom een belangrijke vraag, want u wilt natuurlijk dat dit vakkundig opgelost wordt en op een wijze dat het probleem niet terugkeert. Onderhoud en reparatie. Zoals met elk structureel onderdeel van uw huis het geval is, moeten ook de bestaande dakkapellen volgens bepaalde normen onderhouden worden om zo hun lange levensduur te garanderen omdat veel dakkapellen na de oorspronkelijke constructie van een woning geïnstalleerd zijn, kunnen hun materialen ook in een ander tempo dan de rest van het dak rotten en kromtrekken. Loodslap of loodvervanger: Lekkages in dakkapellen komen vrij vaak voor. De beste manier om dit op te lossen is door het gebied tussen de dakspanen van uw dak en uw dakkapel beter met een loodslap of loodvervanger af te dichten. Ubiflex is een goed voorbeeld van een milieuvriendelijke loodvervanger. Of wellicht volledig te verwijderen en vervangen door een compleet nieuwe afdekking. Want een dakkapel dient zeer zeker een nette en waterdichte aansluiting op uw dak te hebben. Het lood van een dakkapel vervangen is op zichzelf geen moeilijk karwei, maar het moet wel heel nauwkeurig gebeuren. Dakleer, dakpannen en dakgoten: De dakbedekking bovenop de dakkapel is natuurlijk ook een belangrijke factor. Als het dakleer niet meer in orde is, dan moet dit uiteraard professioneel aangepakt worden. Hetzelfde geldt voor de mogelijk gebruikte dakpannen en de vervanging van verrotte houten onderdelen of plaatmaterialen. Vergeet verder uiteraard ook de dakgoten niet, want een reparatie aan uw dakgoot doet u ook het liefst zo snel mogelijk om verdere vochtproblemen te vermijden. Zo vakkundig mogelijk laten repareren. De belangrijkste fout die iemand bij het herstel van dit alles kan maken, is dan een onervaren dakdekker of algemene aannemer in te huren om aan uw dak te werken. Jazeker, dit zal u vaak wel wat geld besparen. Maar het optimaal repareren van uw dakkapel is van cruciaal belang om uw huis droog te houden. En bovendien nog veel langer van uw dakkapel te kunnen genieten. Een nieuwe installeren kost namelijk wel het en en ander. Hoe te besparen op het reparen van een dakkapel? U zou natuurlijk wel kosten kunnen besparen door, samen met uw buren, werkzaamheden te combineren. Denk hierbij onder meer aan het vervangen van nokvorsten, het vastleggen van uw dakpannen en het schoonmaken van het algehele dakwerk. Het is daarnaast een gegeven dat een vakman bij u uit de buurt ook meestal een stuk voordeliger is dan een vakman die van ver moet komen. Een lekkende dakkapel voorkomen is uiteraard het allerbeste. Goed onderhoud levert daarvoor altijd het beste resultaat. Als er echter toch dakkapel lekkage plaatsvindt, dan is het van topbelang dat dit door een topvakman hersteld wordt. Zo zal uw woning met dakkapel optimaal tegen alle weersomstandigheden beschermd blijven.